Waar ben je? Ja, dat is niet de bedoeling. Lach naar de camera. Lach naar de camera. Ik zie je daar. Lach naar de camera. Ik zie je vechten. Ja, lach even. Lach naar de camera, slot. Godverdomme. En hallo iedereen. Welkom terug bij het nieuwe Goeie Bio, Slechte Bio. Ik ben een gast, ja, jullie hier samen met... Pardo. Van Veronica. Niet van YouTube. Veronica. Van Veronica, ja. Van Kansloos. Hashtag. Ja, Kansloos. Ja, die enige. Die enige echte. Die enige echte. Hé, hey, Jordi, volgens mij heb jij heel veel hout. Nee. Wat? Ik heb jou 62 hout gegeven. Oké, misschien dan. Wat gaan we doen? Ik maak een kist. Oh ja, hier, alsjeblieft. Maak jij een kist? Ik maak een trapdoor en dan kunnen we een liefdestunnel maken. En dan stap ik tunnel. Voor als er iemand aankomt en zo. Ik ga nu de TNT verstoppen en jij gaat de cobblestone. En ik maak een ontsnappingstunnel. Oké, dan doen we dat de volgende aflevering. Jij gaat nu die cobblestone zoeken. Ja, maar ondertussen verzamel ik de cobblestone. Terwijl ik de ontsnappingstunnel maak. Ik pak twee vliegen in één klap, Bardo. Begrijp dat nou eens. Oké. Ik begrijp je niet helemaal. Ik mezelf ook niet. Ik ben nu op pad om de TNT. Alle TNT, omdat Jordi niet met de TNT kan omgaan. Ken je Bosse de Padvinder? Hoe? Bosse de Padvinder. Bosse de Padvinder? Bosse de Padvinder. Nee, nog nooit. Hij kan heel goed pad vinden. Het is ook echt weer een niveau, Jordi, hoor. Oh! Waar ben je? Ja, dat is niet de bedoeling. Lach naar de camera. Lach naar de camera. Ik zie je daar. Lach naar de camera. Ik zie je vechten. Ja, lach even. Lach naar de camera, slot. Godverdomme. Oh, ik wil die koe Bertha noemen als we een nametag vinden. Nametag. Ken je dat niet? Nee. Dat zit in Minecraft. Dan kan je een mop kan je dan een naam geven. En dan komt dat boven zijn hoofd te staan. Dat heb ik ook gedaan met een koe in mijn Let's Play. Die heet Bertha. Die staat op mijn balkon. Die staat er al een paar maanden, zeg maar. Die heb ik al. Dus jij wil gewoon de koe terugbrengen. Je koe Bertha in deze serie. Misschien. Oh, die sluikreclame, Jordi. Oh, dat kan ik ook gebruiken als reclame, natuurlijk. Oké, wacht. Oh, ik heb een idee. Bertha, kom hier. Bertha. Pst. Ah, we hebben er nog eentje nodig. Wacht, Bertha blijft daar. Bertha? Bertha 2? Nee, dat is geen Bertha 2. Dat is geen Bertha 2. Ik ga weg. Doei. Okay. Creeper! Oh, jij ook al? Ja, nee, ik zit hier heel even met de jouw TNT gedoe. Ja, ik probeer ondertussen even te zoeken hoe ik... Oh, de kut creeper blaast de kist op. Ja. Hoe ironisch, want er zit TNT in. Ja. Oké, de TNT missie klaar. Oké. Nou, dat duurde lang. Ja, pittig, hè? Ondertussen heb ik nog steeds geen kobbel verzameld, hoor, dus. Jij hebt nog geen... Ik heb mijn opdracht... 2 afleveringen op rij, Jordi. Ik ben bezig met een mijn naar beneden. Dat is een beetje moeilijk, dit. Oh, Jordi Pagasan, als je... Dat is steeds leuk als mensen die naam gebruiken. Oh, god, man. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hopelijk vind ik een grot of zo. Ik mijn direct naar beneden toe. Dat is echt zo fucking geniaal. Hoe kan het dat ik tussen allemaal cobblestone loop en jij nergens... Oh, ik heb cobblestone, hoor. Maar dat was ook de opdracht die je moest hebben. Ja, die heb ik ook. En kool. Heb jij kool? Nee, hou dan maar je mond. Ik heb zoveel... Heb jij kool? Gezien. Oké. Hey, I just met you. This is crazy. But here's my number. So call me maybe. Gaan we die... Oh, ik hoorde een explosie. Ja, dat was ik. Leeft het huis nog? Ja, dat leeft nog. Oké. Kijk, ik doe er wel moeite. Kijk, voor. Heb jij ijzer gevonden? Ja. Nee, ik heb ijzer nu. Wat heb ik in mijn handen? Een ijzeren schepje. Godverdomme. Maakt niet uit, je probeert het tenminste. Wat proberen? Flikker op. Ja. Oh, flikker op. Oké. Sterke comeback. Ja, dankjewel. Ik ben zeer goed in comebacks. Ik zat al te wachten van wat gaat Jordi terug zeggen. Yeah. Ja, flikker op. Ik heb altijd van die perfecte comebacks. Noem maar eens één. Hallo. Dan. Oh, wacht, hè. Wacht. Jordi. Klop. Oh, godverdomme, Jordi! Ik dacht dat je daar was.
Ja, dat kan je ook. Zo kan je ook. Hoi. Hoi. Dat is de mijn. En hier is de cobblestone. Is die van mij? Nee. Snap je. Die is van Minecraft. Wauw. Mooie mijn. Dankjewel. Ik heb ijzer. Gefeliciteerd, man. Gaan we nog ramen maken hier? Ik wil graag rode, ja, ik wil rode ramen maken. Je kan rode ramen maken. Ik wil je rode ramen hier op midden. Zullen we dat doen? Kan je rode ramen? Ja, dat is nieuw. Zullen we dat doen? Please. Ja. Oké, okay, nice. Kom, dan gaan we naar buiten. Dan moeten we even zand vinden. Heb je zand? Ja, ik heb daar gisteren, de vorige aflevering, heb ik heel veel zand verzameld, Joey. Maar heb je rood? Ja, ik deed niks. Je hebt geen rood. Oké, je hebt geen rood. Oké, dan ga ik het rode zoeken. Geef mij op zijn minst kobbel. Geef me iets kobbel. Wacht even. Volgens mij. Geef me kobbel. Godverdomme, klootzak. Je bent echt een nerd. Beste comeback ever. Ja, je bent op dreef. Dankjewel. Jezus Christus. Oh gosh. Kobbel hier. Ik wil koetjes farm maken. Kom maar, koe. Ik wil een koetjes farm maken. Gaan we een farm maken? Ja, we gaan een koeien farm maken. Kom op. Zullen we eerst een huis What maken? What the fuck? Time to mine, serieus. Nu al. Nu pas. Deze hele fucking serie en je hebt hem nu pas. Serieus. Echt wat janken dit. Ik heb zelfs een paar solo afleveringen gedaan. En zelfs toen had ik dit niet gekregen. Kom hier, koe. Nee, koe. Zo, die tante. Koe, ga daarin. Kom hier. Goed zo. Yes, twee Bertha's. Ik heb twee Bertha's. In je huis, of? Ja, twee Bertha's in mijn huis. Oké, ik heb je zand nodig. Waar is je zand? Dit klinkt heel erg als een jeugd van tegenwoordig liedje. Twee Bertha's in mijn huis. Wil je alsjeblieft even normaal doen? En wil je alsjeblieft eventjes je zand geven? Meneer Pagaslaan heeft weer geen smaak, hoor. Oh, nee, helemaal niet. In godsnaam, kent u klassiekers de jeugd? Zo lekker. Ja, jij vindt het echt geweldig, die muziek, hè? Ik vind de jeugd, de vinger wel lekkere muziek, hoor. Ja, weet ik. Dat zeg je vaak op Twitter. Ja, maar dat nieuwe album is geweldig. Ja, ik heb het niet zo op in muziek. Echt niet? De jeugd van tegenwoordig? Nee. Wauw. Ja, misschien wat heel veel mensen kut vinden aan de jeugd is dat ze heel veel kanker zeggen. Maar ja, In principe vind ik dat nog niet zo heel erg, maar ik hou gewoon niet van hun muziek. Sterker nog, ik ben heel eerlijk als ik het je echt zeg. Ik vind het helemaal niet erg als mensen met kanker schelden. Hoezo dan niet? Oké, geef eens een goed argument. Bij mij ligt de associatie van het woord kanker niet direct op de ziekte. Dat is heel belangrijk, weet je. Als jij zegt, als iemand zegt, Bardo, je bent een kankerlaaier, dan klinkt dat voor mij hetzelfde als Bardo, je bent een teringlaaier. Want ik denk niet direct bij kanker aan de ziekte kanker, weet je wel? Nee, klopt. Ik begrijp je wel in dat punt. Plus, wat ik wel mooi vind, is dat wij het enige land zijn aan met ziekte schelden. Ja, daar heb je gelijk in. Dat is ook echt zo, hè? Dat is typisch Nederlands. Ja, true. Dat hoor je verder nooit. Terwijl Amerika, die heeft alleen maar geslachtsdelen, poep, kant. Ja, poep, seks, wat dan ook. Alles. Poep, seks, wat dan ook. Poepseks.nl met Jordi. Precies. Oké, hoe ging dit ook alweer? Wauw. Moet wel zeggen dat wij echt van topic naar topic springen in deze aflevering. Ja, ik ben even aan het kijken hoe je ook weer stained glass maakte. Dat is eigenlijk nog nooit... Hoe doe je dat? Hoe maak je ook weer gekleurd glas? Ik heb het echt serieus nog nooit gedaan gekleurd glas gemaakt. Echt niet? Minecraft. Ik zoek het nu op internet, hoor. Dan weten jullie dat. We hebben een cheater, dames en heren. Ik weet niet hoe je het doet, serieus. Ik heb het nog nooit gedaan. Gaat het over Minecraft of... Oh, dat ook. Ik ben nog zo maagd als de pest, jongen. Echt. Oh. Ik maagde hem overal naartoe. Heb je last van je maag? Haha, niks aan maagd. Sukkel. Sorry, man. Nee, okay. Ik heb gisteren de Wikipedia alvast gelezen over de vagina, zodat als het ooit gebeurt, dan ben ik voorbereid. Sorry. Ik vind het af en toe nog wel interessant om dat te lezen, hoor. Echt. Echt? Oh, nee, ik heb echt... Nee. Nee, echt niet? Ik vind het af en toe echt nog wel leuk om die dingen te lezen. Het erge vind ik alleen wel, nu de mensen die gaan het iets serieus opvatten in ieder geval.
Die gaan echt het gevoel krijgen dat iedereen bij Bayertown heilige maagd is en alles. Nou ja, het zou wel awesome zijn als we heilig waren. Ja, yep, het zou niet zo awesome zijn als we voor eeuwige maagd waren. Heilig ah, maagd. Nee, dat is, volgens mij is niemand dat nog in Bayertown, toch? Op Vincent na. Shemal? uit de oude doos.nl. Uit de oude doos. Precies. Oké, eens even kijken. Nee, hij zit in de oude doos, oftewel hij is geen maag meer. Ja, maar dan... Hij zit in een oude doos. Oké, okay. Jordi. Ik kom naar het huis toe. Laten we even de dag doornemen vandaag. Oké, okay, wat hebben we gedaan? Wat heb jij alles wat je moet hebben nu? Ik denk het wel. Kom maar kijken. Oh, kom maar ik eens heb... kijken. Wat er ik... achter de ramen staat. Hé, hey, wat ik in mijn Wat er achter de ramen staat. Wat ik in mijn Minecraft huisje vind. Rode raampjes. Oh, wow. Fucking hell. Wauw. Het is je gelukt, ouwe. Ja, dankjewel. Ik heb rode ramen. Ja, dit is vet. Ik zou alleen die bovenste rijen anders doen, maar... Ah, boeien. Fucking hell, dit is wel vet, hoor. Netjes, applaus. Woehoe, yay! We hebben rode ramen. Zet het hoerenhuis beginnen. Yay! Banjo-touw. Oh, dat moeten we doen. We moeten elk raam veranderen met rood raam hier bij de village. Ja, de hoerendorp. Ja. Oh, wauw. Laten we daarvoor kijken in de volgende aflevering. Ik weet sowieso wat we gaan doen voor de volgende aflevering, maar weten de kijkers er ook. Als je dat wil weten, dan kan je erachter komen. Morgenmiddag om 2 uur staat de allernieuwste Bayotown. Ja, Bayotown. Online. Op Bayotown. Op goede Bayo, slechte Bayo staat de allernieuwste Bayotown online. Ja, inderdaad. Dus tot morgen, jongens. En geef vooral een groen duimpje of een slaande koe dood. Hé, hey, even rustig aan doen, hè, met die koe. Rustig. Dat ging iets te snel. Dat vond ik gewoon niet kunnen. Ja, als het erop aankomt, ik laat mezelf soms gaan. Ja, dat merkte ik, ja. Sorry, koe. Tot dan en houdoe. Ja. Bye!